Hij krijgt Friesland eindelijk in handen en benoemt zichzelf Heer van de Friezen. Maar op zijn 42e wordt hij gevangen genomen door ontevreden edelmannen, die op het bevel van de koning van Engeland werken. Want de Engelse koning was zeer ontstemd dat Floris de Vijfde een verbond sloot met de koning van Frankrijk, de grote vijand van Engeland. Wanneer hij wordt verplaatst, wachten de boeren hem buiten het kasteel op om hem te bevrijden. Maar de edelmannen willen hem niet levend laten gaan, dus doden ze hem.